Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is onlangs begonnen met het aanleggen van een businham aan de Tubero-straat. Verder zal de driehoek tegenover de fastfoodzaak Wollies ter hoogte van de Meester J. Latchmanstraat worden afgebakend. Ook zal het terrein tussen de Tubero-straat en de Meester J. Latchmanstraat worden ontdaan van wiet en worden opgevuld met grind. De komende week zullen de noodzakelijke verkeersborden en wegmarkeringen worden aangebracht. Het ministerie zal ook een nieuwe busstopplaats opzetten in de omgeving van het scholencomplex De Zorg en Hoop.